Als er bij jou op school een jongen of een meisje totaal niet uit zijn woorden komen kan. Want hij hakkelt alles in en houdt jou zo voor de gek. Nou, hoe komt die stotteren dan? Nee, je hoeft ze niet de beste voor de gek te houden. Er is toch zeker niks raars aan? Want Jo-Janneke die weet, als geen ander, de oorzaak ervan. Als je inademt, gaat je middenrif naar beneden, zoals het hoort. Als je uitademt, gaat je middenrif weer naar boven bij elk woord. En bij stotteraars gaat de lucht in schok en niet in vloeiende lijn. Maar als je heel goed oefent, hoeft geen enkel mens, net als ik, ooit meer een stotteraar te zijn. Nou gaat die zo, 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 yo, yo, Janneke. Nou gaat die yo, 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 Janneke. Nou gaat die zo, 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 yo, yo, Janneke. Nou gaat die yo, 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 Janneke. Je zet je handen op je ribben, doet je handen naar binnen, waardoor de lucht weer vloeiend stroomt. Ja, zo train je jezelf, je ademt goed uit en je praat ook weer heel gewoon. Dus heb je last van gestotter, dan zeg ik altijd als ik het bij iemand zie. Luister goed naar mij, want dan hoef je nooit meer naar die stottertherapie. Nou gaat die zo, zo, zo.